Donderdagavond openden Ellen en William Vazen een tentoonstelling in Sint Maartenslatum. Wij openen hier vandaag onze derde kunstgalerij, onze eerste in Vlaanderen, de Boutique Gallery. En we hebben vanavond een groot feest indirect gepland. 200 mensen die komen genieten hopelijk van al de kunstwerken die we naar hier gebracht hebben. Van waar het idee om hier een galerij te openen? Mijn vrouw en ik, wij woonden al in Sint Maartenslatum vroeger. Sint Maartenslatum is ook bekend als kunstenaarsdorp eigenlijk. Dus op die manier was het de logische keuze om hier de locatie te vinden. Ja. Wat voor soort kunst kunnen de mensen hier nu komen bewonderen de komende weken en maanden? Moderne kunst, happy kunst noemen wij het ook wel. Je hebt de galerijen enerzijds die soms wat zwaarder op de hand zijn. Wij willen het bibliotheekgevoel zeg maar, een beetje uit de galerij halen. En dus funky, modern, prettig gestoord soms. Dat zijn de sleutelwoorden waar we op gefocust hebben. Op de tentoonstelling zie je een brede mix aan kunstwerken. We hebben eigenlijk een selectie van Belgische kunstenaar, Europese selectie en vooral een Zuid-Afrikaanse selectie natuurlijk. We hebben twee kunstgalerijen in Zuid-Afrika, dus het is leuk om eigenlijk iets nieuws te brengen naar België. William Vazen heeft altijd een grote voorliefde voor kunst gehad. En zeker ook van mijn vrouw, die altijd al een voorliefde heeft gehad voor mooie dingen. En dikwijls zeggen mensen van kunst is toch iets helemaal anders dan muziek, waar je vroeger mee bezig was. Waar ik eigenlijk in de voorbije jaren gemerkt heb dat dat toch niet echt het geval is. Want de bottomline blijft, je gaat op zoek naar mensen die met hun talent iets moois kunnen maken. En daarmee ga je aan de slag. Dus in die zin was het vroeger muziek en nu zijn het kunstwerken. Maar er zitten toch veel parallellen. Er zijn heel diverse Zuid-Afrikaanse kunstenaars. Ellen, de vrouw van William, heeft zo haar favorietje. We hebben heel veel Zuid-Afrikaanse iconen hier meegebracht naar België. Maar de bekendste is toch wel Anton Smit, een beeldhouwer uit Johannesburg. En mijn persoonlijke favoriet in zijn selectie zijn deze fate masks. Anton Smit is een legende in Zuid-Afrika. Ook zijn zoon, Lionel Smit, is een heel grote kunstenaar. En wij zijn blij eigenlijk dat we hem hebben kunnen meenemen naar België. Op de tentoonstelling zie je niet alleen Zuid-Afrikaanse kunst, maar ook enkele Belgische toppers. We zijn heel blij om de Belgische Isabel Scheltjens in onze galerij te mogen verwelkomen. Met haar doen we ook midden augustus, wanneer deze openingstentoonstelling eindigt, een solo-tentoonstelling, die ook 2 maanden zal lopen. En dan mid-oktober, ook heel spannend, openen we een nieuwe tentoonstelling rond het tv-programma Die Huis, waar we opnieuw de kunstleverancier van dienst geweest zijn. Dus alle werken die je in het televisieprogramma in het najaar gaat zien, die komen dan vanaf midden oktober ook naar Sint Maartenslatum.